إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ازيكم علماء خندور إن شاء الله متتبوك كتاب التوحيد متتبوك فانت مونتي اسمة ان وزام اخكم باي هوفسك 18 نخسيش باي ده هوفسك اوفر bijgelovigheid, at-tiyara. En we zijn aangekomen bij de volgende overlevering. Van Abu Huraira radiyallahu anhu werd overgeleverd dat de boodschapper van Allah sallallahu alayhi wa sallam zei: besmettelijkheid tussen haakjes zonder in acht neming van Allah's toedoen, een onheil, een hamme, een safar bestaan in werkelijkheid niet, nog een nauw en nog een roel. In het Arabisch spreek je dat uit. Aan Abi Huraira radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaal la adwa wa la tiyarata wa la hamata wa la safara wa la nauwa wa la roela. En hetgeen wat wij net hebben opgenoemd, de eerste die hier besmettelijkheid wordt genoemd in het Nederlands, adwa, wordt dus betekent dat iemand gelooft dat een ziekte vanuit zichzelf kan besmetten. Terwijl iets enkel kan gebeuren met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. En iets kan dus niet vanuit zichzelf iemand besmetten. En dus altijd dien jij je achterhoofd te houden dat elke soort ziekte, wat voor ziekte dan ook, het kan niks vanuit zichzelf. En als Allah subhanahu wa ta'ala het niet voor jou bestemd heeft, dan zal het ook niet gebeuren. Dus het gebeurt enkel met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. En at-tiyara, dat is dus wat hier wordt vertaald naar onheil, oftewel bijgeloof, dat je dus ongeluk linkt aan geluiden die je hoort, of mensen die je ziet, of dieren die bewegingen maken. Door bijvoorbeeld dat ze vroeger vogels loslieten die naar rechts gingen of naar links. En daardoor zeiden ze: wij zullen onze reis vervolgen, of wij zullen onze reis niet vervolgen. Dat zij hierin geloofden. Dit is allemaal dus bijgeloof. Dus of bewegingen van dieren, of door het langslopen van een plek. Dat zij denken dat als je langsloopt bij die plek, dat jou iets ergs gaat overkomen. Of door een bepaald dag, of een bepaald maand, of een bepaald jaar. En dit soort zaken behoren tot bijgeloof en zijn vormen van afgoderij. En daarna zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, noemde hij de derde op hamme. En hamme, dat is dus een nachtvogel. Als ik het goed heb, een uil. En dat zij dus geloofden dat als deze vogel een geluid maakte, dat er iets ergs gaat gebeuren. Dat er dus iets ergs gaat gebeuren. Of dat er iets ergs is gebeurd. Dit geloofden zij bij
deze nachtvogel. En ook werd er gezegd en Safar. En hier gaat het om de maand Safar, de islamitische maand Safar. Dat ze dus bijgeloof hadden met binnentreding van deze maand. En anderen werd er ook gezegd dat zij geloofden bij deze benaming dat het om een slang ging die leefde in de buik van dieren en mensen en bovendien zeer besmettelijk was. En daarna werd er gezegd, wala nou'a. En nou beweren ze dat als het heeft geregend, dat het door een bepaalde ster is gekomen. Dus niet dat ze dat toeschrijven aan Allah, maar aan een bepaalde ster. En als laatste werd er gezegd, Ghul. En zij geloofden namelijk dat Ghul Satans waren, Shayatin waren, die in afgelegen gebieden bepaalde kleuren aannamen om de mensen naar een verkeerd pad op te sturen en wat uiteindelijk aanleiding zal zijn voor hun dood. En dat daar geloofden zij dus in dat zulke zaken kunnen gebeuren. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft dit allemaal teniet verklaard en gezegd dat dit dus tot bijgeloof hoort en dit vormen zijn van afgoderij. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam leerde hen dus de zuivere tawhid. En leerde hen dat ze enkel dienen te vertrouwen op Allah subhanahu wa ta'ala. En dat dit soort zaken dus niet kloppen en tot de tijd van al-jahiliya behoren. Oftewel de tijd van onwetendheid. Dan komen we aan bij de volgende overlevering. Van Anas werd overgeleverd dat hij zei, de boodschapper van Allah sallallahu alayhi wa sallam zei, besmettelijkheid en onheil bestaan niet, maar het voorspellen van heil bevalt mij. De aanwezigen vroegen, wat is het voorspellen van heil? Hij antwoordde, het spreken van een goed woord. Yani de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, la adwa wa la tiyarah wa yu'jibuni al-fa'l. Dus de profeet noemde het al-fa'l. Toen zeiden ze, qalu wa mal fa'lu. Wat betekent al-fa'l? Zei hij de profeet sallallahu alayhi wa sallam, al-kalimatu tayyiba. Yani het spreken van een goed woord. Dat zullen wij hier uitleggen. Al-fa'l is dus het zeggen van een goed woord. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij hield namelijk daarvan. En deze goede woord maakt iemand blij en moedigt hem aan. Zoals iemand die bijvoorbeeld bezig is met handel en je zegt tegen hem, je roept hem aan met een benaming zoals Ya Rabih. He? Je roept hem aan met de benaming O winstgevende. Je geeft hem zo'n benaming. En of je zegt tegen iemand Ya Nasir. He? Je noemt hem winnaar. Als een soort van aanmoediging. En dit soort benamingen maken de mens blij. En dit is toegestaan. En dit is alleen bij zaken. Al-fa'l heeft meestal alleen te maken met zaken die blij maken. Terwijl al-tiyara alleen te maken heeft met zaken die met ongeluk te maken hebben. Dus die jou onheil kunnen brengen. En een ander voorbeeld van al-fa'l bijvoorbeeld, dat iemand die ziek is, geef je hem een benaming van een sterke persoon. Hè? Zeg je bijvoorbeeld, ja Salim. Hè? Dus yani, je geeft hem een benaming die hem blij maakt. Hè? En dat is toegestaan.
En men dient sowieso altijd goed te denken over Allah subhanahu wa ta'ala. Maakt niet uit wat er gebeurt. Dus zulke benamingen zijn toegestaan om die uit te spreken. En dat betekent al-fa'l. En daarna komen we aan bij de volgende overlevering van Uqba ibn Amir. Werd overgeleverd dat hij zei: in het bijzijn van de boodschappen van Allah sallallahu alaihi wasallam werd de bijgelovigheid genoemd, dus at-tiyar, als een soort van vraag, waarop hij zei: het beste van deze bijgelovigheid is het voorspellen van hel, dus al-fa'l. De profeet prees weer al-fa'l. Dus het geven van mooie benamingen aan iemand om hem te aanmoedigen. En dit zal een moslim echter niet van gedachten doen veranderen. Wanneer iemand van jullie iets onaangenaams waarneemt, laat hij dan zeggen: O Allah, enkel u brengt voorspoedige gebeurtenissen. En enkel u kunt onaangename situaties weerhouden. Er is kracht noch macht behalve met u. In het Arabisch: Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant. Wa la yadfa'u sayyi'ati illa ant. Wa la hawla wa la quwwata illa bika. Er werd het woord at-tiyara opgenoemd bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zodat de profeet sallallahu alayhi wa sallam hen de regelgeving erover zal uitleggen en duidelijk maken. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei dus dat als iemand hiermee beproefd is en denkt dat hem iets gaat overkomen, dat dit geen reden mag zijn om te stoppen waar hij mee bezig is of wat hij wilt gaan doen. Want niemand kan jou schaden of baten behalve Allah subhanahu wa ta'ala. En enkel een afgoddienaar die gelooft in zulke zaken. En enkel zo'n persoon die stopt met iets wat hij wil doen of doet waarmee hij bezig is, is dus yani vanwege een geluid die hij hoorde van een dier of bijvoorbeeld een maan die is ingegaan. En yani, de profeet sallallahu alaihi wasallam zei dus dat iemand die iets wil doen en hij stopt door zulke bijgelovigheid en zegt: nee, ik ga dit niet doen omdat ik een bepaalde geluid heb gehoord of een bepaalde persoon heb gezien of een bepaalde maand is binnengegaan, hè, waardoor ze zelfs niet eens gingen trouwen in die maand, hè, van, omdat ze dachten dat dat slecht voor hen is. Dat de profeet sallallahu alaihi wasallam zei dat zo'n persoon een mushrik is, een afgoddienaar. En de profeet sallallahu alaihi wasallam leerde ons de medicijn ervoor als iemand dit overkomt, zodat hij dit kan wegduwen. En dat is de dua die wij net opnoemden: Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant. ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا بك. يعني als jou zo'n gevoel, dat jij zo'n gevoel krijgt van binnen, hè, waardoor jij denkt dat jou iets gaat overkomen of iets vanwege een bepaald geluid of iets dat je ziet of wat dan ook, dat je dit kan wegduwen door deze dua op te noemen, dat je zegt: O Allah, enkel u brengt voorspoedige gebeurtenissen. En enkel u kunt aangename situaties weerhouden. En er is kracht noch macht behalve met u. En dus
Het geloven in dit soort zaken is niet toegestaan. En enkel Allah kan ons baten of schaden. En dit soort zaken zijn dus niet toegestaan om in te geloven. En enkel het goede woord is toegestaan, zoals we eerder hebben vermeld. En Sheikh Saleh Al-Fawzan die noemt hier niet op dat de hadith zwak is. Maar als we kijken bij de voetnoot, dan staat hier dat Sheikh Al-Albani rahimahullah de hadith wel zwak verklaart. Dus dat even als toevoeging daarbij. Dan komen we aan bij de volgende overlevering. An ibn Mas'ud marfu'an at-tiyaratu shirkun. At-tiyaratu shirkun wa ma minna illa walakinna Allah yudhibuhu bit-tawakkul. Van Ibn Mas'ud werd overgeleverd dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: bijgelovigheid is polytheïsme, yani dus shirk. Bijgelovigheid is shirk, dus afgoderij. En ieder van ons heeft wel eens hiermee te maken, maar Allah neemt dit weg dankzij het vertrouwen op hem. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam meldt ons hier en herhaalt het ook, zodat het de harten zal bereiken, dat at-tiyara, oftewel bijgeloof, het geloven in onheil, in bepaalde zaken, dat het een vorm is van afgoderij. Dus het geloven dat je iets kan overkomen door bepaalde geluiden of personen, of een maan die ingaat, of een plaats, dat als jij in zulke zaken gelooft, dat dit een vorm is, of vormen zijn, van afgoderij. Dus kijk hier vooruit. Kijk hier vooruit. En dan komen we aan bij de volgende overlevering. Zoals jullie zien, veel van die overleveringen hebben een beetje dezelfde info, maar de sheikh rahimahullah, Sheikh Abdul Wahhab rahimahullah, die heeft geprobeerd alle overleveringen uit de Koran en de Sunna te verzamelen die te maken hebben met afgoderij en het tawhid, om ons duidelijk te maken om deze onderwerp zo goed mogelijk uit te leggen. En heeft alle bewijzen verzameld, dus het is ook goed voor ons om ook langs al die bewijzen te gaan. Dus dan komen we aan bij de volgende overlevering. In de hadith van
van Ibn Amrin staat dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: wie door bijgelovigheid van zijn voornemen afziet, die heeft zowaar een deelgenoot aan Allah toegekend. De aanwezigen vroegen: wat is dan de boetedoening daarvoor? Hij antwoordde: dat je zegt, o Allah, er is geen voorspoed behalve de voorspoed die van u komt. Er is geen onheil behalve het onheil dat u teweeg brengt. Er is geen God die het verdient te worden aanbeden dan u. Dus dat je zegt, Allahumma, la khayra illa khayruk, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha ghayruka. Dus de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, meldt ons hier weer dat at-tiyara afgoderij is. En dat als dit soort bijgeloof, zoals ik net zei, geluiden of personen of plaatsen of maanden of wat dan ook, als dit jou tegenhoudt en dat je dus afziet van hetgeen je wou doen, dan heb je je schuldig gemaakt aan afgoderij. En vertrouwt dus niet op Allah. Als jij dus dit soort zaken uitvoert, dan vertrouw jij niet op Allah subhanahu wa ta'ala. Dan vertrouw jij op andere zaken. Denk jij dat die andere zaken jou iets kunnen doen. En je ziet bijvoorbeeld af van het op reis gaan. Dat jij zegt, nee, ik ga niet op reis omdat ik dit en dat heb gezien of dit en dat heb meegemaakt. Waarschijnlijk gaat mij iets overkomen. En dan ben je dus bang van zaken buiten Allah subhanahu wa ta'ala. Terwijl hij dient te vertrouwen op Allah subhanahu wa ta'ala. Jullie concentratie, hè? Let even goed op. We gaan nu even iets belangrijks opnoemen. Dus, stel iemand wil op reis gaan. En hij maakt iets mee. Een geluid. Of wat dan ook. Een soort beweging of iets. En hij zegt, ik ga niet meer op reis. Terwijl hij dient enkel te vertrouwen op Allah subhanahu wa ta'ala. En hij dient zijn dua te lezen. Zoals het dua van het op reis gaan. En ieder die op reis gaat, dient het dua op te zeggen, of te lezen, van het op reis gaan. En dit soort smeekbedes vind je terug in de kleine pocketboekjes, de kleine dua-boekjes die we allemaal willen hebben. En de belangrijkste smeekbedes die je hierin kan vinden zijn de adkaar van de ochtend na het fajr-gebed en de adkaar van de avond na het asr-gebed en de adkaar na de verplichte gebeden. En wat ook belangrijk is, zijn de smeekbedes wanneer je opstaat van jouw bed. En wanneer je naar buiten gaat. En wanneer je gaat slapen. En wanneer je een zaak wilt uitvoeren. Waaraan je twijfelt. Dat heet Salat al-Istikhara. Je dient dit heel serieus te nemen. Je dient deze smeekbedes. Die zijn overgeleverd door de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Heel serieus te nemen. En want degene die deze smeekbedes niet uitvoert en er makkelijk mee omgaat, loopt gevaar dat de duivels hem kunnen schaden. En dat je heel makkelijk bezeten kan raken. Dat een djinn jouw lichaam kan betreden. Of dat je geraakt wordt door de boze oog. Of door tovenarij. En je kan zelfs, als je deze smeekbedes achterwege laat, kan je al bezeten raken als je het toilet bezoekt. Zonder de smeekbeden te doen die je hoort te doen. En dus deze smeekbedenboekjes dien je altijd aan te schaffen en altijd bij je te hebben. Dus neem dit serieus. Want dit is geen grap. Jouw vijand Iblis
heeft geen barmhartigheid met jou en heeft zijn volgelingen op jou afgestuurd die jou constant op de loer zijn en totaal geen barmhartigheid met jou hebben. En ze leiden jou naar jouw vernietiging. En deze vijand kan jij niet bestrijden met vechten of met wapens. Maar deze vijand kan jij enkel bestrijden en jezelf van hem beschermen door jouw verplichtingen na te komen. En door deze smeekbedes elke dag op elk moment te lezen of uit te spreken. Draag zo'n boekje altijd bij je. Altijd draag hem bij jou, want je hebt hem op elk moment van de dag nodig. En spoor mensen ook aan om deze smeekbeden serieus te nemen. Want Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons middels de tong van de profeet sallallahu alayhi wa sallam deze smeekbeden geleerd als een bescherming voor ons op deze dunya. Want Iblis heeft gezegd tegen Allah dat hij voor ons zal staan en rechts van ons en links van ons en achter ons. Dus hij zal ons niet met rust laten. Dus neem deze smeekbedes ook serieus. En lees ze altijd. En voer jouw verplichtingen uit en blijf weg van zondes. En dan zal de shaitaan ook heel erg zwak zijn. En hoe meer kennis jij opdoet, hoe zwakker hij ook zal zijn. Dus doe jouw best. En alles gebeurt met de wil van Allah. En terug naar de overlevering. Als men dus afziet van zijn zaak en een boetedoening wil uitvoeren, dan dient hij deze dua te zeggen. Allahumma la khayra illa khayruka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha ghayruka. O Allah, er is geen voorspoed behalve de voorspoed die van u komt. En er is geen onheil behalve het onheil dat u teweeg brengt. En er is geen God die het verdient te worden aanbeden dan u. En dit soort zaken zijn dus afgoderij, shirk. En openen een deur van angst. Als jij in dit soort zaken gaat geloven, deze bijgelovigheid, zal jij alleen maar nog banger worden in jouw leven. En in de volgende overlevering staat er namelijk min hadith al-Fadli ibn Abbas innama at-tiyaratu ma amdaka aw raddaka. In de hadith van al-Fadli ibn Abbas staat dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: bijgelovigheid is enkel het gevoel dat voor jou doorslaggevend is om door te gaan met iets of ergens van af te zien. Dus de laatste overlevering, hou jullie concentratie. Dus at-tiyara is hetgeen wat je tegenhoudt of afziet. Men dient in het algemeen afstand te nemen van al deze zaken van bijgeloof. En nooit zomaar ergens in geloven. Totdat je het vergelijkt met de Koran en de Sunna. Ja, niet totdat jij bewijs ziet dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam daadwerkelijk zoiets heeft gezegd. Of dat het in de Koran staat dat het de woorden van Allah zijn. Dan pas voer je het uit. Als dat niet het geval is, dien je daar ver weg van te blijven. Want veel mensen voeren zaken blindelings uit die zij horen van anderen. Of ze horen het thuis van hun ouders of familie. Of op straat of in de buurt of op school of op tv. Of internet of in de kranten. Maar wanneer je hen vraagt: wat is je bewijs voor deze overtuiging, deze handeling of deze uitspraak? Dan schrijven ze het toe aan de grote menigte die het gebruikt of volgt. Maar dus niet dat ze gaan onderzoeken
voor ze ergens in gaan geloven. Want je kan heel makkelijk in afgoderij vallen zonder je het weet, in shirk. Daarom dienen we heel erg voorzichtig te zijn en niet zomaar anderen naapen zonder eerst onderzoek te doen. Dus je ziet vaak mensen zeggen, bijvoorbeeld, vooral bij de Marokkanen, Awili. Of ze zeggen Aima. Of ze zeggen Enari. Of Wayo. Of Oye. Of Jeetje. He? En dit zijn aanroepingen. Dit is shirk. Je roept iemand anders aan dan Allah. En iemand die afwezig is, mag jij niet eens aanroepen. Aanroeping, dat mag enkel, een dua mag enkel bij Allah subhanahu wa ta'ala. En dat is hier het geval. Dat zij dus iemand anders aanroepen dan Allah. Ze zeggen, awili, ayma, anari, wayo, oye, jeetje mina. Of de persoon zegt, ja, deze persoon brengt gaffi. Of zij zegt, dit is een geluksmunt. Of vogelpoep brengt geluk. Of ze zeggen, niet over hem heen lopen, anders gaat hij niet meer groeien. Of hij legt een mes onder zijn bed, zegt hij, dit gaat mij beschermen. Of legt de Koran naast hem, dit gaat mij beschermen tegen de jeans. Yani, ze zijn gewoon aan het naapen, ze doen nooit onderzoek. Of hij gaat horoscopen lezen. En dus, zoals ik zei, deze mensen zijn naapers die geen onderzoek doen. En één ding moeten wij goed weten. Wij hebben geen excuus voor zulke zaken. Want de Koran heeft ons bereikt. De ahadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam hebben ons bereikt. En een ieder die over de Koran en de Sunna en de profeet sallallahu, de komst van de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gehoord. Profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, die heeft geen excuus. En ieder, of hij nou moslim is of geen moslim. Jij hoort, er is een Koran, er is een profeet, die is gezonden, et cetera. Dan ligt het aan jou. Jij bent degene die onderzoek moet gaan doen. Ga jij er makkelijk mee om? He? Ben je laks? Zeg je, ah, ik zie het wel. Of ik heb geen tijd. Jij bent degene die ervoor heeft gezorgd dat je jezelf hebt vernietigd met je eigen handen. Jij doet geen onderzoek. Jij doet geen kennis op. Jij gaat niet vragen, et cetera, onderzoek doen. Dan ligt het aan jezelf. Kan je op de dag des oordeels niet zeggen, ik wist het niet. Of wat dan ook. Je hebt geen excuus. Je hebt je hele leven gehad om onderzoek te doen, maar je doet het niet. En ook bij de kuffar, bij de ongelovigen. Allah subhanahu wa ta'ala heeft in ieder mens een fitra geschapen. De natuurlijke aanleg. Deze natuurlijke aanleg gelooft in ieder mens automatisch dat Allah hem heeft geschapen. Dat zit in jou, dat gevoel. Ieder mens gelooft, Allah heeft hem geschapen. Niemand kan dat ontkennen. Ook al zegt hij, ik geloof niet in God. Van binnen gelooft hij wel in God. Want vaak als je met atheïsten praat, zegt hij tegen jou, ik geloof wel dat er iets is. Snap je? Maar hij zegt, ik noem dat geen God. Maar hij gelooft wel dat er iets is dat deze mensen heeft geschapen. Dat is een gevoel dat Allah in jou heeft geschapen. Dat kan niemand ontkennen. Zodat Allah zegt in de Koran dat ze dus op de dag des oordeels niet kunnen zeggen dat ze geen excuus hebben. Dus dat zij geen excuus meer zullen hebben. Snap je? Dat ze op de dag des oordeels dus niet kunnen zeggen, wij wisten niet dat u ons heeft geschapen. Dat gevoel zit in iedereen. Dus het ligt aan hunzelf. Zij weten dat Allah hun heeft geschapen. Zij weten dat ze doodgaan. Zij weten er is een profeet gezonden met een boek. En zij dienen zelf onderzoek te gaan doen. En als jij ziet dat een religie tegenstrijdig is, dan dien jij daar afstand van te nemen.
Als jij ziet dat zaken niet kloppen, zoals bij de christendom, tegenstrijdigheden, leugens, etc. Het klopt allemaal niet, vervalsingen. Dan dien je afstand van te nemen. En een moslim die bijvoorbeeld van zijn naasten of familie of buren of land waar hij in zit, leert dat je graven moet aanbidden, et cetera. Hij moet eerst onderzoek doen voordat hij een daad gaat uitvoeren. Hij moet niet zomaar mensen gaan volgen. Snap je? Dus altijd dien jij onderzoek te doen naar hetgeen wat jij volgt. En niet zomaar een bepaalde groepering volgen zonder dat jij eerst weet of zij daadwerkelijk op de haq zijn, op de waarheid zijn. Want voor je het weet, vernietig je jezelf. Het is niet alleen maar voor de ongelovigen die een dwaalspoor kiezen. Nee, het ligt ook bij de moslims. Hoeveel mensen die als moslim opgroeien, volgen uiteindelijk sofisme. En deze groepering, de soefis, zij aanbidden graven. Zij nemen tussenpersonen tussen hun en Allah. Zij gebruiken magie. En noemen dat de hulp van engelen. Zij gebruiken talismans, dragen dat of hangen dat op. Een soort van magie die ze bij zich dragen. En zeggen dat wanneer ze vraagt wat betekenen die losse letters, die losse cijfers, zeggen ze dat is Koran. Dat wordt ze wijsgemaakt door de tovenaars die hun dat geven. Dat Koran is. Of een Shia die Ali aanbidden. Zo heb je heel veel groeperingen. Dus je moet niet zomaar een groep gaan volgen zonder dat je ziet of diegene echt op de waarheid is. Echt de weg van de profeet sallallahu alaihi wasallam en zijn metgezel volgt. Want de profeet sallallahu alaihi wasallam zei: zal de joden in 71 groepen zijn gesplitst geraakt en de christenen in 72 groepen, zal mijn umma zich in 73 groepen splitsen. Allen zijn in de hel behalve één. De sahaba vroegen de profeet sallallahu alaihi wasallam: wie is die ene groep? Ja, Rasulullah. Hij zei: dat zijn de mensen die op mijn pad zitten en de pad van mijn metgezellen. Dus als iets niet overeenkomt met de pad van de profeet sallallahu alaihi wasallam en zijn metgezellen, dien jij dat niet te volgen. Dus degene die laks is en niet kennis gaat opdoen en er niet naar omkijken, naar de kennis die er is, dat gaat je niet helpen op de dag des oordeels. Iedereen die over de profeet sallallahu alaihi wasallam en de Koran heeft gehoord, moet onderzoek doen en dient te leren en kennis op te doen. Want zoals ik net al zei en weer herhaal, dat het goed wordt begrepen, je hebt geen excuus op de dag des oordeels. Dus kijk uit en ga niemand naapen en doe onderzoek voordat het te laat is. Want als je ziel uit je lichaam wordt genomen, is jouw test voorbij op aarde. Het draait niet om geld. Het draait niet om bekendheid. Het draait niet om rijk worden. Het draait niet om de genietingen, de tijdelijke genieting op aarde. Het draait erom, wat ga jij doen op aarde? Jij hoort dat Allah een boodschapper heeft gezonden. Wat ga jij doen? Ga je hem volgen? Ga jij onderzoek doen? Ga jij dat serieus nemen? Ga jij serieus nemen wat Allah tegen jou zegt? Of ben jij laks en doe je daar makkelijk mee om? En volg je je begeertes en andere mensen, totdat de dood jou bereikt. Je neemt niks mee. Geen geld, geen beroemdheid, geen mooie vrouw, geen mooie auto, geen mooi huis. Helemaal niks neem jij mee, behalve jouw daden. Behalve jouw daden. Daarom doe je best en onderzoek. En wees niet laks. Onderzoek goed en wees niet laks. En neem de openbaring van Allah subhanahu wa ta'ala serieus.
Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons daarbij helpen. Dat wij deze openbaring serieus volgen. Mogen Allah onze kracht daarvoor geven. En ons beschermen tegen de valstrikken van de shaitaan. En ons een goed eind schenken en ons standvastigheid schenken op zijn religie. En onze zondes vergeven. En ons redden van de hel, de bestraffing in de hel. En ons redden van de bestraffing, Yawm al-Qiyamah, dag des oordeels. En mogen Allah ons ook beschermen tegen de bestraffing in zijn graf. In ons graf. En mogen Allah ons ook beschermen tegen bestraffing op aarde. Amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.